Vanwege jouw jarenlange inzet heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In binnen- en buitenland word jij gezien als een vooraanstaand luchtvaartautoriteit. Geheel terecht en je nu als ridder door het leven mag gaan. Als je aan Ad Rutte denkt, denk je aan samenwerking. Want het is iemand die altijd voor samenwerking gaat. Hij zei ook heel ergens in zijn eigen speech, samen kom je verder. Ik geloof dat dat zo is. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat is zijn motto. Het was echt een complete verrassing. Niemand wist er ook van. Dus wat dat betreft ben ik echt helemaal verbouwereerd eigenlijk. Ja. Ongelooflijk trots op dit lintje en met name zeg maar, de reden waarom en de mooie toespraak die erbij was. Ja, dat streelt wel, dat is echt heel leuk. Allereerst is hij operationeel een absolute topper. Gewoon een super COO. Kent zijn vak, kent zijn werk en doet dat perfect. Maar hij is veel en veel meer dan dat. Ad is een echte bruggenbouwer. Hij had dus een gave om iets wat bijna onoverbrugbaar lijkt, kleiner te maken en daarmee ook handelbaar te maken. Hij is creatief en ik vind het gewoon een aardige vent. En waar ik veel respect voor heb. En ik ben geen vleier. Ik zeg altijd recht voor zijn raap hoe ik echt over iemand denk. Wat ik het meest ga missen, mis eigenlijk wel straks denk ik heel Schiphol. Maar ik zal er als passagier regelmatig gebruik van blijven maken.